Daarom vond ik het verfrissend. Dat het zo last van die Mourinho. Dat had ik, ik had het die niet kan verwacht. Heel goed met mensen omgaan. Ja, en het is wel een comediant af en toe. Nee, hoor. Het is een comediant. Want dat bleek weer uit dat stuk dat die Sneijder dan zegt. En hij zit altijd achter in de bus, ja, en hij is de gang maken. Ja. Dat is de comediant in hem natuurlijk. Dat hoeft ook weer niet. Maar nee, dat... Hans Kraaij senior nooit bij jullie achter in de bus? Grappen maken. Die ging nooit met de bus. Nee, die maar, ging met de nee, nee, die werd gek van ons. Maar het was wel een gang. Ja, ja. Die ouwe. Die zei een keer op een trainingskamp, zei hij een keer... En dat was de doodsteek. Toen zei hij een keer, jongens, doe maar waar je zin in hebt. Het in Semmer gereed meer. Nou, dat heeft hij geweten. Ja. Toen zijn we uitgegaan met z'n allen. Toen zei hij de volgende ochtend aan het ontbijt, jongens, één ding. Hoe laat je thuis komt, interesseert me echt geen reet meer. Maar stap wel een verdieping eerder uit. Want ik heb heel de nacht wakker gelegen. Je hoorde heel de nacht ping, ping. Van die lift. Tot tien over zeven. Hij zegt, ik heb tot 10 over 7 stijf in mijn bed gelegen. Ja, hij lag bij de lift dus. Ja, maar hij lag naast de lift. Ja, maar er zijn meer trainers die dat hebben. We hadden er ook...